En dan nu een beetje perspectief. Ja, ja, niet van de virologen of politici, maar van Laura Lin. Maar dat is toch waar? Je hebt een nieuwe single uit met een groot plan. Country Girl, vertel er iets over. Wel, de nieuwe single Country Girl is een beetje lion dance. Het is gewoon lion dance. En ik vind dat heel leuk, want ik hou wel van vlottere liedjes. En wij willen heel graag naar de zomer toe, of tijdens de zomer, mensen aan het lion dansen zetten. Dus we willen een soort wedstrijd gaan doen. Mm-hmm. En mensen moeten een liedje, een lion dance liedje uit het album Country 2... insturen. En ze moeten natuurlijk de lion dance ook gaan dansen. En ik ga een winnaar uitkiezen en daar ga ik dan voor die mensen gaan optreden. Dus we gaan dan samen lion dansen. Dat is kwedio tof. Ja, ik vind dat heel leuk, want zelf zou ik moet stiekem eerlijk toegeven dat ik graag dat zou kunnen lion dansen. Dat was mijn volgende vraag. Een demonstratie hier achter mij. Ik ga je moeten teleurstellen, want ik kan het niet goed. En ik dacht, het lijkt simpel, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben één keer bij ons in Ardooien naar zo'n club geweest. Ik dacht, ik ga dat een keer gaan bekijken. En die begonnen daar met termen en namen. En ik dacht, mijn god, ik kan dat gewoon niet. Dus ik hoop als mensen een beetje gaan insturen dat ik ook in kan studeren. En dat ik dan samen met de winnaar kan gaan lion dansen. Dus ik kijk er echt wel enorm naar uit. Ja, wat wel opvalt als je die dans ziet. Het is heel mooi, zeker in clubverband en zo. Ja. Maar iedereen zou het toch moeten kunnen. Hè? Want je ziet alle figuren dat dansen. Dames, heren, iedereen doet het gewoon. Hè? Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die dans kunnen. En dat vind ik heel straf. Want ik zeg het, het lijkt simpel, maar het is helemaal niet simpel. En je kan ook op heel veel muziek gaan lion dansen. Want dat was iets wat voordien mij minder was opgevallen. Maar als ik nu ga optreden en ik begin bepaalde liedjes te zingen, ook al is het geen country, dan beginnen die vrouwtjes en die mannen daar gewoon lion dance te doen. En ik vind dat zo super zalig om dat te zien. Ik ben daar eigenlijk stiekem ook een beetje jaloers op. Ja, dus ze mogen filmpjes insturen op een van die liedjes van jouw album, de lion dance. Individueel, in clubverband, ja, dat mag nu nog niet echt, nee, denk ik. Het nog niet maar echt. Mag het ook individueel, dat je zo thuis ja, voor zeker, je... zeker. En ik hoop natuurlijk tegen de zomer dat het wel in clubverband mag, want het is ook altijd wel heel leuk om te zien hoe 10, 15, 20 mensen gelijk het dansje staan te doen. Dus kijk, jullie gaan het in ieder geval allemaal online kunnen volgen. En we gaan ook heel veel info nog meegeven in verband met de wedstrijd. Dus, maar het mag zeker individueel. Het mag alleen, het mag met 10. Allee, ik mag dan nog niet beslissen of het met 10 mag, maar dat is nog even afwachten. Natuurlijk. Afwachten, maar het ziet er ook niet zo slecht uit, hè, voor de zomer, toch? Nee, dat denk ik toch niet. Hè. Ik hoop dat we weer vaker op het podium kunnen staan. Mm-hmm. En dat we weer een beetje meer mogen samenkomen. Hè, want dat missen we toch wel. Laura Lin, we gaan dus perspectief geven. Hè. We gaan met z'n allen de lion dance en filmpjes maken. Dat is allemaal tof. Maar ik denk dat de kijker ook perspectief verdient als het gaat over het kunnen dansen, Laura Lin, van die lion dance. Tegen wanneer kan je het? Wel tegen de zomer. Tegen de zomer. Dus op 1 juli, dan zien wij een demonstratie. Laura Lin danst mee. Maar nu ga je het wel moeten doen. Hè? Je moet het. Het zal wel zijn. Maar kijk, het is goed. Hè? 1 juli kun je dat perfect dansen, zonder nadenken, als de beste. De line dancer van Vlaanderen. Laura Lin, fantastisch. Bedankt voor je komst. Dat is graag gedaan. En nog een mooie zondag. Dank u.